De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname, FOLS, heeft het voorstel van de regering voor een koopkrachtversterking geaccepteerd. Dit in afwachting op de uitvoering van het herwaarderingsprogramma. Leerkrachten krijgen 500 SAD over de maand januari en 500 SAD over de maand februari. Dat is overeengekomen op een meeting tussen de FOLS en een regeringsdelegatie op het kabinet van de president. Namens de regering waren aanwezig de raadsadviseurs Eddie Josefzoon, Errol Alibux en Jules Weidenbos en de ministers Gilmore Hoefdraad van Financiën en Robert Peneu van Onderwijs. De president van het FOLS presidium, Marcelino Nerkust, zegt dat de FOLS heeft kunnen afdwingen dat de koopkrachtversterking over de maanden januari en februari 2017 volledig wordt kwijtgescholden. Rekening houdende dat kan de eind maart, wanneer ze ons als nieuw loon gaan geven, door te kenbakken. Door te kenbakken, verrekenen. Hebben wij gezegd, dat kan je niet met ons doen. Dat kan je niet met die leerkrachten doen. Die afgelopen periode willing hebben getoond om op de werkplek te blijven. Op onderwijs te geven aan onze kinderen die later hier de plaats van ons gaan moeten innemen. Dat kan je niet doen. Wat wij van jou eisen als regering is op basis voor. Ja, wat wij als vals eisen van jouw regering, jou als regering, dat jij nog, wanneer je eind maart die salarissen betaalt op basis van, die nieuwe salarissen op basis van het herwaarderingsprogramma, dat je het uitbetaalt volledig. Dat we een volledige kwijtstelling kregen van verrekening. Dus verrekening nee, de. Dus de overheid neemt die 500 niet meer terug en neemt die andere 500 over februari ook niet meer terug. Je krijgt dat loon waarop je recht hebt op basis van dat herwaarderingsprogramma. En die eis. En hoe schors van te lezen, je mag sabi, is ingewillig. Aldus Marcelino Nerkust, president van het FOLS Presidium. De Onderwijsbond heeft het voorstel van de regering voor een koopkrachtversterking voor de leerkrachten geaccepteerd. Dit in afwachting op de uitvoering van het herwaarderingsprogramma.